Nou, de komende 6 weken in ieder geval een hoop rommel. Breda Nu. Je weet het meteen. De Haagse Markt wordt verbouwd. In Prinsenhagen is op 29 april het startschot gegeven van de verbouwing waar de komende weken aan gewerkt zal gaan worden. Er wordt onder andere aandacht besteed aan meer groen en de toegankelijkheid van het plein. Nou, we staan hier omdat we vandaag echt starten met de werkzaamheden om hier op de Haagse Markt eigenlijk een hele verandering teweeg te brengen. Dit is een hele mooie plek in het dorp, midden in het dorp. Veel mensen kennen het en eigenlijk staat het hier altijd vol met auto's. Terwijl de bewoners, maar ook de ondernemers, heel erg behoefte hadden aan een plek waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Waar je verschillende activiteiten kan doen. En daar was het plein niet voor ingericht. Dat idee komt voort uit de visie die de dorpsraad hier heeft op laten stellen. Samen met het bedrijf Urban Synergy. En die hebben de hele centrum van Prinsenhagen hebben die bekeken. Ja, hoe dat ze dat eigenlijk als wens zouden willen hebben. Dat is heel positief ontvangen door de politiek. En die heeft maart vorig jaar heeft die daar geld beschikbaar voor gesteld om de markt als het speerpunt van Prinsenhagen aan te mogen pakken. Ja, want je hebt net zelf ook letterlijk je eigen steentje bijgedragen aan de bouw of verbouwing. Hoe ging dat? Fantastisch, voor alles een eerste keer. Dus ik had het nog nooit gedaan. En het is altijd leuk om even fysiek ook een stukje bij te mogen dragen. In dit geval is het een stukje afbreken eigenlijk van wat er was en hoop ik iets heel mooi nieuws. En ja, het materiaal wat we hier weghalen is op zich nog vrij goed. Dus dat gaan we voor een heel groot deel weer hergebruiken. Maar nou, ik heb wel respect voor die mannen die iedere dag dit soort werk doen. Wat gaan we straks allemaal zien? Nou, de komende 6 weken in ieder geval een hoop rommel. Ja, de komende 6 weken is de aannemer hier druk bezig om eigenlijk het hele plein te reconstrueren. Wat is het doel? Dat hier meerdere evenementen gehouden kunnen worden. Het wordt dadelijk allemaal op één niveau. Ja, daar waar nu de trottoirs nog hoger liggen, komt het hele plein eigenlijk op één niveau te liggen. Wordt ook grotendeels dezelfde kleur. Er komen minder parkeerplaatsen. Er komt meer groen. Ja, en ja, al met al een verbetering voor het centrum hier. Wat vindt u ervan dat het nu doorgevoerd gaat worden? Nou, daar ben ik heel blij mee. En ja, ik hoop dat het ook wordt zoals wij voor ogen hebben. En wat ik net al in het inleidende praatje vertelde, dat is dat we dan toch de vinger aan de pols houden. Omdat in het gehele plan wat we gepresenteerd hebben, ook de aanloopstraten meegenomen waren. En helaas is daar nu geen geld voor, maar daar gaan we wel mee aan de slag op het moment dat de gemeente daaraan wil beginnen. Breda Nu. Je weet het meteen.